We staan hier op het gildetrein van uh, sint antonus sint nicolaas gilde in Groningen. En ik sta bij de voorzitter en dat is... Theo Kuyps. Theo, uh, voorzitter, dat noemen ze bij het gilde anders hè? Ja, en bij het gilde is het hoofdman. En het uh, ja, is als voorzitter, maar het ja, is van oudsher, is het hoofdman. We zijn hier natuurlijk niet voor niks, want uh, er staat heel wat in heel groot evenementen gebeuren hè. Wanneer is dat? Dat is uh, 27 juni begint het. Maar het grote spektakel is eigenlijk 1 juli. Dan is het grote Gilpstein. Dan komen hier 29 gildes. Die trekken hier door het dorp heen. En die komen achter een trein waar we dadelijk even langs lopen. Daar stellen ze eigenlijk op voor een massale optocht. En van daaruit worden ook de activiteiten georganiseerd. Dat wil zeggen trommelen en vendelen. En na de massale opmars gaat er een gedeelte hierin En dan wordt hier op deze trein wordt geschoten. En een eindje verderop. Wat uh, het kruisboogschieten uh, 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 gedaan? Uh, nou zag ik zojuist toen wij hier aankwamen het kruisboogschieten normaal gebeurt hier binnen. Uh, is dat een aparte vereniging of valt dat ook over ja, onder het gilde van Groningen? Alles valt onder het gilde van Groningen. Maar um, het kruisboogschieten bestaat uit meerdere onderdelen. En dat is kruisboogvlak, zoals je ziet en dadelijk ook in gedeelte binnen even kunt kijken, want dat is een stukje van een filmpje. Maar in feite schieten wij op die bomen, en dat zijn die vier lage bomen die je daar ziet, daar wordt het kruisboogwip afgewerkt. Maar dat wordt tijdens de gele dagen wordt dat niet hier gehouden, maar in het terrein hierachter. Omdat het gevaarlijk is, omdat hier ook het geweerschieten plaatsvindt. En uh, ja, ik hoor wel eens zeggen: de vogel moet eraf geschoten worden. Uh, waar schieten ze op? We schieten op uh, klasjes. Maar wat u bedoelt met koningsschieten, dat is eigenlijk bij ons met Pinksteren. Dan is het koningsschieten, dan wordt op zo'n paal, die je daar hier ziet nog staan, waar de vogel op heeft gehangen, wordt eraf geschoten. Dat is met Pinksteren. En dan komt uh, degene die het laatste stukje hout naar beneden geschoten heeft, is de nieuwe koning. En die koning is op dit moment chef verstegen. En die gaat met, met Gilde dag. Staat hij vooraan in een rij om iedereen te verwelkomen? Eh, nou, zei je net, nou wordt er dit keer met het festijn op klosjes geschoten. Eh, als iemand dan geschoten heeft, wordt zo'n klosje naar beneden gehaald? Of hoe kun je zien hoe dat, eh, de persoon geschoten heeft? Nou, die klosjes moeten helemaal beneden zijn. Je hebt pas prijs als de klosje helemaal beneden is. Of er is ook wipschieten in viertallen. En dan schieten op die wippen. Die ja, op dit moment is dat heel moeilijk te zien omdat er geen licht is. Maar in die bakken zitten allerlei verschillende wipjes. En daar wordt opgeschoten. En als ze die er afleggen, dan kunnen je gewoon zien: dan wordt hier via een koortje wordt weer opgetrokken. Nou, kijk, en, dan, ik door, ja, dan is het geen koning. Of hoe noem je dat als, je, als ze winnen met dat wipschieten? Uh, uh, nee, dat zijn onderdelen. Dat zijn gewoon wedstrijden. Het koningschieten is een apart verhaal van, uh, van het hele gebeuren. De koningen van alle verenigingen die komen bij elkaar om hier op een vogel koning te schieten. Maar dat is alleen maar voor de koningen en voor de keizers. Kijk, er is onderscheid. Ja, dat is absoluut onderscheid. Dat is ook het hoogste niveau, de koning en de keizer. Ja, ik denk dat we maar even rond gaan kijken. Prima. We staan hier weer bij uh, Hoofdman Theo. Uh, Theo, het terrein achter ons, uh, wat gaat hier gebeuren? Nou, hier gaat het gebeuren. Bij het begin te beginnen, hier is de opstelplaats, dat is aan deze zijde. Hier gaan ze vertrekken, alle gelders, die gaan um, anderhalf kilometer wandelen door het dorp heen. Dan komen ze hier komen ze terug via deze straat, gaan ze door die poort, gaan ze heen en dan gaan ze daar bij dat pand hier rechts af om langs die passtraat weer naar achter te lopen. Uh, anderhalve kilometer, zeg jij, ja, dan is te hopen dat het niet zo warm is, hè? Nee, want iedereen moet actief zijn voor, uh, voor de wedstrijden, dus er moet geweer schieten, kruisboog schieten, voor de vaandels, voor de tamboers, dus dat is heel belangrijk. Maar uh, zoveel groepen en dan uh, anderhalve, ja, anderhalve kilometer, dan is het toch een hele optocht uh, die door het dorp moet. Nou, het valt van mij. Mee. Meestal is het allemaal in die optochten zitten tussen 1,2 en 1,7 kilometer. Als we nou kijken van zoveel gildes, is het ongeveer dat jij in kunt schatten hoeveel personen een gilde heeft? Nou, dat is moeilijk in te schatten. Er zijn gildes die hebben 70, 80 geuniformeerde ge ge leden. En er zijn er die hebben maar 20, 30. Is dit nou ook nog dat je jongeren aantrekt om bij het gilde te komen? Nou, dat is een punt waar we hard aan het werken zijn. Op dit moment valt dat een beetje tegen. Of tegen, dat moet ik niet helemaal zeggen. Maar in ieder geval we proberen we het voor de jeugd wel aantrekkelijk te maken om ook bij het gilde te komen. En daar zijn we volop aan bezig. En uh, hebben jullie zelf wat jongeren in uh, jullie gildes zitten? Wij hebben wat jongeren. We hebben zelfs hele jongeren. Met, de jongste is op dit moment 9 jaar. Dat zijn de tamboertjes. Dus wat dat betreft doen we er alles aan om ook de jeugd te begeleiden. En zeker uh, op het gebied van het schieten. Kijk, dat is dan mooi hè? Ja, dat is zeker. Dat is heel mooi. Dat is heel leuk. Ja, wat wil je nu ons verder laten zien, Theo? Nou, we willen even het trein laten zien waar eigenlijk alles te doen is. En dan wil ik dan het woord geven aan Maike, want dat is van de Activiteitencommissie. En die kan over die activiteiten die hier plaatsvinden, buiten het gebeuren van de hele dag om, alles uitleggen. Nou, jij loopt voorop, wij gaan mee. Dank je wel. Ja, dus een vrijdagavond is, uh, ja, is hè, al is het een jongere band, het is, is zo'n leuke vrolijke feestmuziek, dus het is voor jong en oud. Het is niet per se van als je denkt van oh ik ben 50, daar pas ik niet meer, dat is zeker niet waar. Als je zin hebt in een leuke, ja, spontane band, leuke vrolijke muziek, ook interactief met het publiek, dan is een vrijdagavond zeker leuk om te komen. En dat gaat door tot in de vroege uurtjes? Uh, nou, we, we moeten ons netjes houden aan uh, de voorschriften van een vergunning. Dus, uh, uh, maar dat het tot het einde een feestje is, dat weet ik wel zeker. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we nou. de zaterdag. Uh, zaterdagmiddag, uh, of de zaterdagochtend, is dus inderdaad een bezoek aan, de, aan het dorp van Rennende Mazes mogelijk. Uh, zaterdagmiddag is er een matinee-middag een beetje uh, ja de doelgroep uh, uh, ouderen, uh, maar niet per definitie alleen voor nee, nee. 55 plus. Wij mogen ook komen. Ja zeker. <laughs> <laughs> Ik ben er ook. Uh, een uh, programma waarbij uh, van huren zingen. Het Smartlappenkoor uit Vierlingsbeek, waar ook uh, die ja, verschillende leden uit Groningen heeft, uh, komt zingen. Uh, de VOVG gaat een uh, stukje invulling daaraan doen. Mm. En uh, ja, daar is nog, daar is van alles te doen ook. Als die middag afgesloten is of ja, ten einde is. Dan eh, komt hier nog. Dan is er ook een, 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 een uitslag van de kleurwedstrijd. En eh, dus het is de bedoeling dat dan ook kinderen weer hier naartoe komen. Het dorp is weer open en die gaan dan ook nog een show geven. Met, eh, ze hebben ook paarden bij zich. En eh, die zal dan aansluitend aan de matinemiddag hier eh, ja, weer achter weer plaatsvinden. Eh, dat is zaterdagmiddag. Dat is zaterdagmiddag. En dan krijgen we zaterdagavond. Zaterdagavond, dan hebben we eh, als band afslag 7. Eh, een ja, band hier niet zo ver vandaan, aan de andere kant van de snelweg. Eh, ook een band die een heel breed repertoire hebben. Zoals ze zelf zeggen, zo breed als Arnold Schwarzenegger. En eh, met ja, allerlei soorten eh, muziek. En dus ook ja, gewoon weer een hele vrolijke, eh, afwisselende avond. Eh, voor jong tot ouder. En ik heb begrepen dat DJ Mark ook aanwezig is. Ja, die is ook aanwezig. Zo'n band heeft natuurlijk ook een keer hè, een rustmoment. En Mark zal in het weekend er zijn om ja, te zorgen dat de hele avond gevuld wordt met muziek. Wat ik net vergeten ben, op vrijdagavond uh, is ook de slagwerkgroep, vult een gedeelte van die avond in. Dus ja, ik denk dat veel mensen uit de regio de slagwerkgroep van Forte wel kennen. En ook weten van dat die er uh, een leuk, uh, leuk stukje muziek neer kunnen zetten. Wordt er ook entree gegeven? Uh, de entree is uh, 5 euro. Voor, uh, op vrijdagavond 5 euro, op zaterdagavond 5 euro. Dus dat is in ieder geval geen reden waar je voor thuis zou moeten blijven. Nee, precies. Dankjewel. En dan krijgen we de zondag. We hebben dat daar gehad, maar we gaan eerst even naar de zondag. Ja, want op zondag is het hele ja, het gebeuren staat natuurlijk het, 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 het Gildeverstijn, de Gildedag staat centraal. Um, er zijn mensen die inderdaad de wedstrijd aan doen zijn, zoals Theo zei. Maar goed, er zijn ook momenten dat je dan dus even niemand van jouw gilde aan hoeft uh, hè, aan te moedigen of zelf een wedstrijd deelneemt. En dan is er in de tent ook een, een band die aan het spelen is, en dat is de band Ruiz. Uh, ook weer gewoon een leuke band uh, ja, op, op de achtergrond zeg maar, van het hele gebeuren. En, uh... Een half uur voor de prijsuitreiking ongeveer, dan eh, komt tumult het podium op. En ook zullen die zich verspreiden door de zaal, verwacht ik, net als negen jaar geleden. Eh, die hebben een vrolijk stukje stemmingsmuziek. En eh, na de prijsuitreiking zullen die ook nog een stukje, ja, hè, de sfeer erin eh, houden. En, zodat de winnaars eh, extra kunnen feesten en degenen die het verliezen, misschien ook eh, wat sneller hun verlies. Eh, eh, is dat, niet, is dat niet een band uit Vortum? Ja, dat is een band uit Vortum. Uh, nou Groningen en Vortum. Groningen is natuurlijk aangewezen op Vierlingsbeek voor heel veel dingen. Maar hij heeft zeker ook een hele goede band met Vortum. Dus uh, die kwamen hier ook graag uh, ja, naartoe. Nou, achter ons ligt ook een groot terrein. Wat heeft dit te maken, dit terrein met Schilden of helemaal niks? Uh, door de jaren heen niks. Maar als het gildeverstein is, dan zeker wel. Hier gaat het uh, een stukje verder, komt de tent te staan. En het terrein waar we net waren, daar, uh, ja, daar is ook alles, uh, van alles te doen. Dus dit is nu dadelijk uh, in het uh, weekend zeker een onderdeel van het gilde. Dan gaan we nog even verder kijken. Dat Is goed. Theo, is er ook nog een officiële opening? Ja, een opening. Is in ieder geval we beginnen met een heilige mes en die wordt gehouden in een, een, uh, in een loods. En tijdens die mis wordt er opgeluisterd door de zangvereniging het Groenig's Koor. En dat is prachtig om te horen, want dat is gewoon zo'n geweldig koor. En de entourage erin, dat is gewoon fantastisch. En dan worden alle um, koning, uh, ereleden en dergelijke komen naar die mis toe, plus de plus uh, andere. Nou, kijk, en dan gaan we even binnenkijken. Prima. Even we staan hier in het clublokaal en in het clublokaal hangt een prachtige foto. En die is, denk ik, negen jaar of acht jaar geleden gemaakt. We gaan het even aan Theo vragen. Nou, die is negen jaar geleden gemaakt en toen hebben we hier die activiteit waar we net zijn Westerkeek keken, die hebben toen daar ook plaatsgevonden. En wat hier op die foto ziet, is de massale optocht, de slangendefilé ervan. Kijk, en dat wordt dit jaar weer gehouden zo? Dat wordt dit jaar weer gehouden, hetzelfde dd. Nou, mag ik jullie een hele fijne dag wensen en natuurlijk prachtig weer in dit prachtige Stein. Dankjewel.